In Stedenwijk Noord krijgen een tiental tuinen vandaag een gratis makeover. En daar zijn de bewoners erg blij mee. Want zelf konden ze hun tuin nog maar nauwelijks onderhouden. Lichamelijk lukt dat niet echt meer. Een aantal letsels en dergelijke. En dat was niet meer op te brengen helaas. Dus een beetje, kun je wel zeggen, geschenk uit de hemel. We gaan uw tuin opknappen. Dus nogmaals heel blij mee. Initiatiefnemer Joke Rebel is deze tuintjesdag begonnen. Niet alleen om de buurt te vergroenen, maar ook om de buren een handje te helpen in de tuin. Nou, we hebben heel veel oude mensen in Stedenwijk Noord wonen inmiddels. Die wonen hier gemiddeld 40, 45 jaar. En die hebben, op een gegeven moment kunnen ze eigenlijk hun eigen tuintjes niet meer onderhouden. En toen dachten we, we hoorden van de plantjes van de vorige jaren dat die over waren. En dat we die misschien konden hergebruiken. En toen heb ik Ruben van Goede Steden uitgenodigd om en het wijkteam om samen te kijken of we er iets moois van konden maken. Lisette is van de Eikgroep. Die was meteen heel enthousiast. Ze zegt, geweldig, gaan we doen. Zo is het eigenlijk ontstaan. Vandaag zijn de eerste tuintjes aangepakt. Maar daar wil de Rebel het niet bij laten. En hopen, kijken of we met Goede Steden toch die samenwerking kunnen volhouden en met Eik. Om die tuintjes eigenlijk structureel een beetje bij te gaan houden. Voor de ouderen, voornamelijk. De jongeren moeten we kijken hoe we dat gaan oplossen, maar dat is plan 2. Het Assenplein in Stedenwijk staat vol met wel 2000 Floriadeplantjes die allemaal een nieuw plekje krijgen in de buurt. Volgens Rebel vergt het heel wat werk. We zijn gisteren begonnen, dus het is toch best wel een heel operatie nog. Hoeveel tuintjes? We praten nu over 8 tuinen die we in ieder geval gemaaid hebben, gesnoeid. En vandaag gaan we dus de tuintjes beplanten. Volgens Rebel is iedereen erg enthousiast over het initiatief. Ja, heel erg enthousiast, maar ook de bewoners die langslopen. Oh, wat fijn dat er eindelijk dat het onkruid eruit gaat en dat het een beetje mooi wordt. Dus we hebben eigenlijk heel veel mensen maken we daardoor blij. Dat is best wel leuk. Ik ben ook heel enthousiast als ik nu voorbij loop, denk ik, oh, wat ziet het er mooi uit.